Etienne, allereerst, hoe gaat het met je? Nou, het zou wel wat beter kunnen. Ik ben na Coppa Bartali flink ziek geweest. En afgelopen week in Sicilië nogal hard onderuit gegaan. Dus het zit nog niet echt mee. Nee, maar als je een percentage moet plakken, hoe fit ben je nu? Niet zo super fit, nee. Wat is in die zin het doel voor jou deze week? Proberen de koers gewoon goed uit te rijden en weer te verbeteren. Dat is eigenlijk het doel, want het is zeker met dit deelnemersveld gewoon echt een hele lastige koers. Dus misschien een keer een dagje mee zitten en proberen om de conditie wat te verbeteren hier. Ja. Nu komt de Giro eraan, de ploeg is uitgenodigd. Ik dacht, nou, Etienne is een van de meest ervaren renners, die heeft een keer al de Giro gereden. Als ik je verhaal zo hoor, denk ik, nou, dat gaat een lastig verhaal worden. Ja, klopt. Ik had gehoopt op dit moment wat verder te staan. Maar wie weet, als ik deze koers nog een beetje goed doorkom, dat er nog een kantje is. Maar anders zal het zeker lastig worden op het moment. Ja, want op dit moment zit je niet bij de ploeg zoals die gepland staat? Voorlopig is de selectie nog niet rond. In eerste instantie zat ik wel in de voorselectie, zeker met oog op de vroege ontsnappingen die ook voor onze sponsor belangrijk zijn. En inderdaad, omdat ik een van de renners ben met meer ervaring, stond ik wel in de voorselectie. Maar op dit moment is de conditie gewoon nog niet goed genoeg om naar een grote ronde te gaan. Is dat frustrerend op het moment dat je eigenlijk denkt van, hé, die Giro die zit er aan te komen? Ja, zeker. Dat was zeker een groot doel voor mij dit jaar. Dus het is zeker frustrerend, maar ja, het is niet anders. Nee. Ik kan er nu weinig aan veranderen en ik hoop deze week gewoon nog genoeg te verbeteren om in ieder geval een kantje te maken. Ja. Hoe bevalt het bij de ploeg trouwens? Ja, bevalt goed. Dus ik heb natuurlijk al 3 jaar voor de Italiaanse ploeg gereden. En ik heb hier ook weer mijn oude ploegleider teruggevonden. Dus wat dat betreft voelt het wel vertrouwd en heb ik het goed naar mijn zin. Ja, want dat was volgens mij ook de manier waarop je bij de ploeg bent gekomen. Want de ambities waren er om een pro-team te starten. Dat is nu ook gebeurd. Maar die ploegleider ken je van bij Vini? Van bij Vini Zabu inderdaad. Dat is Francesco Frassi. En daar had ik toen ook al goede band mee. En op die manier heb ik weer een plekje weten te bemachtigen inderdaad in deze ploeg. Je hebt contract getekend voor 1 jaar. Heb je al een idee over qua toekomst? Dat er nog een jaar in zit eventueel? Of is dat veel te vroeg nog in dit seizoen? Nee, dat is inderdaad veel te vroeg nog. We zitten pas in april. Dus wat dat betreft nog tijd genoeg om te kijken, na te denken over de toekomst. Ja. Nu eerst denk ik beter worden en dan later in het jaar misschien nog ergens een uitslag rijden? Ja, inderdaad. Eerst zorgen dat de conditie weer 100% wordt en dan weer een paar nieuwe doelen inderdaad uitzoeken. Dankjewel.